1000 meter lijn. Dietmeister spurte. Meister staat een tempo van 32. Ines is in de 30. Kijk, de Ines dan gaat uitlopen, ligt iets voor. Daar zit die heel. Links het beeld komt. Daar bovenaan, links bovenaan, dat is Tom. Hier links komt die de punt van de boot van de Argentijn de Midi. Dit is Carlos, de Amerikaan. Naderen de 1500. Boord aan boord nu. Wat een race. Prachtig. Boord aan boord. ...1500 meter. Wienissen en Meissner nog steeds gelijk. En nu gaat Wienissen zijn tempo verhogen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hij zit nu op 32. Meer druk op de skulls. Goed, Jan. Goed. Later de 1750 meter. Wat een race, prachtig. Wienissen ligt nu duidelijk voor. Maar de eindsprint van Meissner, daar komt die eindsprint. Ziet hem sprinten. Pas op Jan, pas op. Een enorme eindsprint van Meissner. En ook heel de Midi komt opzetten. Ziet er van onderaf, Meissner, de Midi, Hill. Swan is ver afgezakt, daar bovenaan ziet u, zag u nog, Van Blom. En nu nog 100 meter op de roei, iets meer dan 100 meter. Daar gaat Jan Wienissen in. Prachtige stijl, ongelooflijk goed spullen. Ja, hij ligt een lengte voor op Meissner, zeker een lengte. Meissner kan haast niet meer, hij spurt nog wel, toch? 40 meter. En daar gaat Jan Wienissen als Olympisch kampioen naar de finish. Tweede Meissner. Derde de Midi. Vierde Van Blom. Vijfde Achim Hill. De tweede helft, u zag het op de 1500 meter, het was duidelijk te zien hoe hij daar zijn tempo omhoog gooide, de druk vergrootte. Adem had gespaard en toen het veld voor het veld wegroeide.